Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een zeemansshoplog voor je. Ik ben de laatste tijd een paar keer naar de zeeman geweest. Het is dus niet allemaal van één keer, maar ik heb dus weer wat dingen gehaald. En ik dacht, wel leuk om weer even aan jullie te laten zien wat ik de laatste tijd bij de zeeman heb geshopt. Het is van alles wat. Het is kleding, het is ondergoed. Dus ja, ook wat andere dingen. Dus nou ja, goed. Mocht je benieuwd zijn wat ik bij de zeeman heb geshopt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Van de kleding zal ik aanbeelden laten zien en van het ondergoed uiteraard niet. Maar dat ben je wel gewend als je mijn video's langer volgt. Ik ga het tasje erbij pakken en ik ga een beetje graaien, want hij zit redelijk vol. Ik ga het eventjes een beetje uitstallen, zodat ik een beetje alles bij elkaar heb. Dat is wel handig. Ik heb hier allereerst een heel erg leuk jurkje. Dat is deze. Het is een wit jurkje, maar hij is wat langer, zeg maar. Hij heeft een driekwarts mouwtje. Het is een heel lekker stofje. Het voelt een beetje als katoen aan. En ik dacht, het is gewoon zo'n lekker jurkje, wat dus niet echt zweet. Hij heeft ook er zit een binnenrokje in, waardoor hij dus ook niet doorschijnt. Dat is wel super leuk. Ik vond deze wel heel erg leuk. Ik heb er wel heel erg naar moeten zoeken, want overal waren de grote maten bij, of de kleinere maten al bijna eruit. Maar uiteindelijk heb ik hem nog kunnen vinden. Ik heb hem in een maatje 36 en ik vind het zelf echt een heel erg mooi jurkje. Gewoon ook wel lekker zomers. Als het een dag is dat het bijvoorbeeld iets minder warm is, kan zo'n jurkje echt prima. Dus ik ben er heel erg blij mee. De lengte van het jurkje zit eigenlijk heel erg mooi. Ik vind het fijn dat wat onderrokje eronder zit, want hij schijnt zo ook absoluut niet door. De mouwtjes zitten heel mooi en hij kan voor de zomer prima met een broekje eronder. Je kunt er natuurlijk ook gewoon een legging onder aantrekken. Dus ik vind hem echt wel heel erg leuk staan. Dan heb ik twee broekjes gekocht en ik heb hier eigenlijk ook al een soort van topjes bij. Ik vond ze heel erg leuk. Dat zijn deze twee. Kijk, ze hebben een beetje een randje. Ik weet niet of de camera dat heel goed scherp stelt. Maar hele leuke broekjes. Ik vind dit soort broekjes heerlijk met de warme dagen. Omdat er gewoon stiek in zit. Het zit niet zo strak bij je buik dat alles wegzweet. Ja, echt super leuk. Ik denk niet dat het effect zo op camera heel goed te zien is. Maar hij heeft dus ja, gewoon kleine... Ja, kleine openingetje. Je hebt er ook een soort van bijpassende shirtjes bij. Die had ik al, maar ik vond deze broek dus ook wel heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje 36. En die heb ik dan uiteraard ook in het wit meegenomen. En hier zie je het effect nog net weer iets beter, denk ik. Maar gewoon heerlijke broekjes. Er zit ook een heel klein zakje hierin aan de zijkant. Dus je zou er nog wat in kunnen doen. Maar gewoon echt twee heerlijke zomerse broekjes. Nou, ik vind de broekjes heel mooi zitten. Ik vind de lengte ook prima eigenlijk. Ze bedekken het allemaal prima ook van de achterkant. En het ziet er leuk uit. Iets dichterbij zie je het patroontje op zich ook wel goed. Dus dat is wel leuk. Maar ze zitten wel heel comfortabel. Ik moet wel zeggen, bij de witte moet je wel uitkijken wat je eronder draagt. Want die schijnt dus wel lichtjes een beetje door aan de achterkant. Maar ja, gewoon als je er iets wit onderdraagt is dat prima. Ze hadden misschien nog een maatje kleiner gekund, maar die hadden ze niet. Maar ik ben er wel heel blij mee. Dan heb ik weer een x-aantal van die refreshers meegenomen. Ik weet dat hier best wel veel om te doen is, want de een zegt het is niet goed met huisdieren. En de ander zegt het kan prima. Ik heb deze dingen gewoon hoog hangen. Mijn huisdieren hebben hier geen last van. En eigenlijk heel veel mensen die ik ken met huisdieren hebben deze dingen in huis. Dus ik heb er weer een aantal meegenomen. Ik heb allereerst de Fresh linnen. En ik vind ze bij de zeeman eigenlijk heel erg betaalbaar. Want ze zijn gewoon niet zo heel erg duur. En ja, zijn ook prima. Er zit 250 ml in. Dus een Fresh linnen. Lavender en vanille. Ook altijd wel lekker. Ik vind het gewoon fijn om deze dingen ook op voorraad te hebben. Want ze gaan best wel snel leeg. Dan hebben we een apple en cinnamon. Dus
cinnamon. Ik vind dit wel eigenlijk meer een beetje een geurtje voor de winter. Want ja, het doet me altijd een beetje denken aan ja, toch de winterherfstgeuren. En dan heb ik nog Tropical Flowers. En dat is dan deze. Maar mocht je deze dingen zoeken en je hebt een zeeman in de buurt, ze zijn er echt best wel betaalbaar. Dus zeker de moeite waard om daar ook eens naar te kijken dan. Dan heb ik een setje met ondergoed. En ik heb hier allereerst met dit printje. Ik vind het ondergoed van de zeeman ook gewoon heel fijn. Ik heb best wel wat ondergoed weg moeten doen wat heel oud was. Dus ik moest even weer wat nieuwe hebben. Ik heb dus allereerst deze BH. Ik vond het zelf wel heel erg leuk. Gezellig printje. Je hebt hem ook gewoon in ook de grotere maten, maar echt prima. En daar heb ik dan dit ja, schattige broekje bij. Dus ja, super leuk. Ik vind het altijd leuk als het matcht. Dus ik vond dit wel een heel erg leuk setje. Ja, en wat ik zeg, ik vind het ondergoed van Zeeman echt wel heel erg fijn. Dan heb ik hier een setje met theelichtjes. En ik had niet verwacht dat ik dat in deze tijd nog bij de Zeeman zou vinden. Maar jawel, ik heb het gevonden. Ik heb een tijdje terug bij de Primark heb ik twee van die theelichthouders gekocht. En ik heb toen ook al verteld, ik brand eigenlijk nooit echte kaarsjes. Want dat vind ik met katten heel eng. Dus ik zet er het liefst gewoon van die LED-theelichtjes in. En ik had er echt letterlijk nog maar één. Dus toen dacht ik, oké, laat ik er gewoon nog eventjes dan een setje meenemen. Want dan heb ik in ieder geval twee kaarsjes. En dan heb ik er gewoon nog drie reserve. Voor als ik nog een keer nodig heb. Maar ik was blij dat ik ze tegenkwam. Ik had eigenlijk verwacht dat je ze alleen rond de herfst, winter zou kunnen vinden. Maar dat was niet het geval. Dan heb ik dit shirtje gekocht. En deze is natuurlijk voor Koningsdag. Als jullie dit zien is Koningsdag natuurlijk al lang geweest. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Ondanks dat ik niks aan Koningsdag doe, vond ik het toch wel leuk om iets oranjes aan te trekken. En ik vond het wel heel leuk met Queen erop, koningin. Het was ook zo'n mix en match shirt, weet je wel. Je had hem dan ook voor kleine kindjes. Dus als je kinderen zou hebben, had je hem dus kunnen combineren samen. Ik vind hem wel heel leuk. Ik heb hem in een S'je genomen. Dus voor Koningsdag vind ik het wel leuk om aan te trekken. Dus dat vind ik ook wel gewoon heel gezellig. Nou, het shirtje zit ook eigenlijk helemaal goed. Ik heb hem ook met Koningsdag gedragen met een shirtje eronder. Want het was niet een hele warme dag, maar dat kan ook prima. Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vind hem ook bij de mouwtjes heel erg leuk. Dus ik kan de komende jaren deze weer dragen. Dan heb ik twee leuke haarstieken en dat zijn deze. Dit zijn de stieken die kun je om je haar doen. En dan heb je een leuk ja, soort van sjaaltje eraan. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ik heb hem in een bruin kleurtje. Ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Dit doe je om je haar. Ik hoop wel dat het op mijn haar past. Want ik heb natuurlijk best dikke haar. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon om een stiek heen doen. Het lijkt wel een soort scrunchie. Maar dan zit er dus een soort sjaaltje aan. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dus ik heb deze print. Maar ik heb hem ook in een heel vrolijk printje met appeltjes erop. En dat vond ik wel heel leuk. Ik moet wel zeggen, dit stofje is anders dan deze. Het zijn wel twee verschillende stofjes, maar ik vond het zulke leuke haarbandjes. Ik dacht ook, moet ik zeggen, dat ik dacht, oké, die neem ik mee. Die vind ik echt wel heel erg leuk. Even een beetje in de tas kijken. Dan heb ik ook een maskertje gekocht. Ik heb twee maskertjes gekocht. Ik heb allereerst een maskertje van Mickey Mouse. Ik ben zelf dol op maskertjes, maar ik moet ook zeggen, ik neem er te weinig de tijd voor. Omdat ik gewoon merk dat ik niet heel makkelijk kan ontspannen. Het zijn van die face sheet mask van Disney en ik vond ze gewoon heel erg leuk. En ik dacht misschien dat ik ook weer eens wat ontspanning oppak. Dus ik heb deze van Mickey Mouse. Maar ik heb hem ook in de variant van Minnie. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dus ja, echt super betaalbare maskertjes die er gewoon heel schattig en leuk uitzien. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat er op het gezicht uitziet. Wat ik zo zie, ziet het maskertje er zo uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Maar het lijkt me wel gewoon lekker verzorgend weer een keertje. Dan heb ik nog een theedoek en een handdoek. En ik begin even met de theedoek. Dat is deze.
Hello Sunshine. Ik heb ook best wel veel theedoeken en handdoeken weg moeten doen omdat ze vies waren of niet meer matchten. Dus ik dacht, nou neem ik weer even een setje mee. En ik vond deze er wel heel leuk uitzien. Met kerstjes erop. De tekst ook Hello Sunshine. Ik vond het gewoon heel vrolijk. Dus ik heb allereerst deze theedoek gekocht. En daarbij heb ik dan deze handdoek. Die hoorden er dan bij, maar hier staan dan geen kerstjes op. Maar het patroontje is verder een beetje hetzelfde. Het zijn gewoon prima producten van de Zeeman hoor. Die handdoek en theedoeken kun je prima gebruiken. Werkt heel goed. Dus dat zijn deze, die ik ook wel heel erg leuk vond. Dan heb ik nog een setje ondergoed. En dat is deze. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Gewoon een leuk setje met wat paarse bloemetjes erop. Ik vind de setjes altijd heel fijn van de Zeeman, wat ik al zei. Dus deze. En daar heb ik dan twee broekjes bij. Allereerst deze. Die vond ik ook wel heel leuk. Gewoon een heel leuk, lekker broekje die gewoon lekker zit. Er mooi bij past. En dan ook deze. Die ook gewoon leuk is. Dus dan kun je het nog eens afwisselen. Dus dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dan heb ik hier nog een jurkje die nu binnenstebuiten zit. Die ga ik eventjes omdraaien. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. En dat is dit paarse jurkje. Die vond ik ook wel heel leuk. Heeft ook een driekwarts mouwtje. Dus deze zit wat langer. Je kunt hem ook nog strikken aan de voorkant. En hij heeft hier knoopjes. Bij de aanbeelden zul je het beter zien. Maar ik vond het er wel heel erg leuk eruit zien. Dus dat leek me ook wel leuk. Ook wel lekker voor de wat frissere dagen. Dus gewoon een leuk paarsjurkje. Is dat ook wel leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet bij de aanbeelden natuurlijk. Het jurkje zit qua lengte ook weer echt super leuk. Hij is iets langer. Prima te dragen dus met een legging eronder. Ik vind het ook wel wat speels effect geven doordat je hem kunt strikken. Je kunt hem dus wat strakker doen, maar ook wat losser zoals ik hem hier draag. Ik vind hem er echt heel erg leuk uitzien. Die knoopjes vind ik ook gewoon een heel erg leuk effect geven zo aan de bovenkant. Dus ja, ik vind het geheel eigenlijk gewoon super leuk eruit zien als ik hem zo aan heb. Dus ik denk wel dat ik er heel veel plezier aan ga beleven, omdat het ook echt een heel erg fijn stofje is. Dan heb ik nog twee van die pyjama broekjes gekocht. Die heb ik een tijdje geleden gekocht. Die vond ik echt heel erg fijn. Die draag ik met heel veel plezier. En ik heb nu deze printjes. Ik vind die heel lekker om mee te slapen. Maar ook wel lekker nu met de warme dagen om 's avonds gewoon aan te hebben. Dus ik heb nu deze die gewoon heel erg leuk eruit ziet. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik ben ook benieuwd hoe die zit. Maar heerlijke broekjes. Ik vond twee toch wel wat weinig. Dus ik dacht, nou, dan eventjes nog wat erbij. En dit printje, ook wel heel erg leuk. Ik vind het wel leuk. Maar net wat ik zeg, ze zijn gewoon heerlijk echt om mee te slapen. Gewoon heerlijk. Ze zitten gewoon fijn om je lichaam. Het voelt niet heel, heel drukkend of zo. Dus ik vind het echt hele fijne broekjes. Dus daar ben ik ook heel blij mee. De broekjes zitten echt heel erg lekker. Ze zitten gewoon heel comfortabel. Ik vind ook de maat eigenlijk prima aansluiten. Ze hebben een mooie lengte. En ik draag ze toch alleen met slapen of inderdaad 's avonds, nu met de warme dagen. Je kunt hem wel strikken, maar ik heb wel meer het idee dat het strikje er eigenlijk een beetje voor de sier op zit. Maar ik vind het wel hele leuke printjes die gewoon heerlijk zitten en lekker comfortabel zijn. Dus heerlijke broekjes om lekker in te relaxen en lekker in te slapen dus. Dan heb ik nog een setje ondergoed. En dit is dan ook meteen het laatste setje. Dat is deze. Hier zitten trouwens de haakjes nog aan. Dit is uit de wat nieuwere collectie. Dat is deze met leuke bloemetjes. Ik vind het zelf gewoon heel erg leuk eruit zien. En het zit gewoon altijd heel fijn. Dus die. En daar heb ik dan dit leuke broekje bij. Er hangt wel een dingetje los, zie ik. Oei, is een beetje gerafeld. Dan moet ik even kijken hoe ik dat kan er wel af. Dus deze zit er dan bij en dat is dan gewoon ook een heel leuk printje. En dan zit er ook lekker zo'n broekje bij. En dat is wel heel leuk, die loopt aan de achterkant dan ook helemaal door met die bloemetjes. Dus echt ook een super leuk setje. Dan heb ik ook nog een jurkje om in te slapen. En die heeft dan weer dezelfde print als het eerste ondergoed setje. En dat is deze, want deze vind ik ook heerlijk.
Ik heb er nu twee van de Zeeman en ze zitten echt heel erg fijn. Dus ik vind ze echt heel erg lekker zitten. Dus die heb ik er ook nog even bij gehaald, want die vond ik gewoon echt heel fijn. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als ik het aan heb, want ik heb het natuurlijk niet aangehad. Dus maar gewoon heerlijk, dus heel blij mee. Nou, dit jurkje of eigenlijk de sleepdress zit eigenlijk heerlijk. Ik vind hem er ook heel erg mooi uitzien, maar hij heeft op zich wel een mooie lengte. Ik vind het zelf wel prettig om er een broekje onder te dragen met slapen, maar dat is geheel aan jezelf. Maar het zijn gewoon hele fijne jurkjes en de stof is ook echt heerlijk. Dus. En ik had nog deze tas erbij, want ik had geen tasje bij me. Dus ik heb de Powerpuff Girls tas gekocht. Ik vond hem wel leuk. Weet je, die dingen gebruik je toch wel vaak. Ik moet ze eigenlijk gewoon standaard in mijn tas stoppen, dat ik altijd wat bij me heb. Maar ja, ik vond hier jeugdsentimenten in. De Powerpuff Girls en ik, dat zijn jeugdsentimenten. Ik dacht, ja, die wil ik echt ook wel heel graag hebben. Dus die heb ik ook bij meegenomen. Dus ja, ook wel heel blij mee. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Zeeman heb gekocht. Zoals ik al zei, het was best wel wat meer. Ook wat meer kleding en zo. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Soms kom je dingen tegen die er gewoon heel leuk uitzien. Dus ik ben wel heel erg blij met mijn spullen. En ik kan niet wachten om het ook allemaal te gaan dragen. Vooral omdat ik sommige dingen heb ik al eventjes in huis. Dus dan ja, is het wel leuk dat ik het nu ook eindelijk lekker kan gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste item vond. Misschien zat er niks bij wat je aansprak, dat kan ook. En wat jij graag bij de Zeeman koopt, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Of dat je misschien afgelopen tijd nog bent geweest. Ik ben in ieder geval blij met mijn aankoopjes. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!